In deze paragraaf gaan wij kijken naar globalisering en het voedselvraagstuk, dus het verband tussen globalisering en voedselproblematiek. Ik wil met jullie kijken naar comparatieve voordelen, het voordeel van regionale specialisatie, het waarom van de landbouwsubsidies, de valkuilen bij exportlandbouw, de technologische ontwikkelingen bij het helpen bij het vergroten van de voedselproductie en wat de FAO doet. Kijken naar comparatieve voordelen. Het begrip complementariteit, misschien weten jullie het nog van de interactietheorie, betekent aanvullendheid. En als je het hebt over comparatieve voordelen, zorgen landen ervoor, of regio's ervoor, dat ze samenwerken op het gebied van de productie. En dan betekent het dat gebied 1 bijvoorbeeld koffie maakt, gebied 2 aardappelen, en ze verkopen het vervolgens aan elkaar. Dat is een voordeel, want dan heb je het natuurlijk over regionale specialisatie. Bij regionale specialisatie gaat het erom dat een land of een regio niet meer alle producten voor eigen gebruik teelt, maar investeert in het verbeteren van een bepaald gewas. Dat betekent dus specialisatie, kwaliteitsverbetering. En op het moment dat je dat doet, kunnen landen, zoals we het net al zeiden, middels die comparatieve voordelen, elkaar helpen. En wanneer meerdere gebieden dit doen, worden goederen uitgewisseld. En dan heb je dus je comparatief voordeel. Een regio staat dan samen sterker. En dat zouden zeker landen in Afrika kunnen doen om zo een sterkere marktpositie te kunnen krijgen. In Europa bestaat het begrip landbouwsubsidie al heel erg lang. En heel erg lang is dit gebeurd om ervoor te zorgen dat de productie op peil bleef. Dat wil dus zeggen dat er overproductie ontstond, wat vervolgens op de bijvoorbeeld Afrikaanse markt terechtkomt. Tegenwoordig wordt die subsidie op die manier veel minder gebruikt en worden de subsidies veel vaker gebruikt voor innovatie. Bijvoorbeeld rechtsbovenin een apparaat door een Nederlandse boer ontwikkeld om stikstof om te zetten in minder vervelende stoffen. Helaas is er weinig aandacht aan besteed, waardoor er maar weinig boeren gebruik van maken. Je ziet links onderin een foto van een drone. Drones kunnen worden gebruikt, zeker in samenwerking met artificial intelligence. Als artificial intelligence kan aangeven dat een bepaalde hoeveelheid water benodigd is, kan een drone op een specifieke plaats dat water leveren. Maar nog veel beter, een drone kan ook zien waar bijvoorbeeld een gewas minder floreert. Als dan blijkt dat daar bijvoorbeeld een of andere kever huishoudt, betekent dat dat de drone specifiek dat gebied zou kunnen besproeien met bestrijdingsmiddelen die niet slecht zijn voor het milieu. En dan heb je dat niet meer nodig voor het hele terrein. En dan ga je productie dus vooruit. En dan heb je ook nog biologische producten die weer meer geld kunnen opleveren. Anderzijds rechts onderin de melkrobot, die bestaat misschien al wel 40 jaar tegenwoordig, maar een koe loopt zelf door de melkinstallatie heen, wordt automatisch aangesloten en wordt vervolgens wat voer voorgeschoten. Dus de koe eet, hij wordt gemolken, of zij moet ik zeggen, wordt gemolken en vervolgens kan ze de stal of de machine weer verlaten. Geheel geautomatiseerd. En dat is wel iets waar die innovatie voor gebruikt kan worden. Dus subsidies voor de innovatie zorgen voor technische vooruitgang. Misschien is dit ook wel wat voor het buitenland. Want een van de grootste problemen zit hem in exportlandbouw. Milieuproblemen, denk alleen al aan mestoverschot, stikstofcrisis in Nederland, maar ook landdegradatie, bodemdegradatie. Je bodem gaat gigantisch achteruit als er te veel wordt verbouwd, zou je kunnen zeggen. En daar waar veel exportlandbouw plaatsvindt, is minder ruimte voor voedsellandbouw. Met als gevolg dat plaatsen waar bijvoorbeeld westerse multinationals bezig zijn met productie, er geen ruimte is voor de lokale boeren en die nog steeds geen eten hebben. Dat is geen positieve ontwikkeling. Daarnaast, door die subsidies, maar ook door innovatie, wordt productie heel erg goedkoop. En dat zou zomaar tot gevolg kunnen hebben dat bijvoorbeeld de productie in Ethiopië duurder wordt dan import daar ter plaatse vanuit de Verenigde Staten. Nou, dat betekent dat die boeren er geen zin meer in hebben, met alle gevolgen van dien. Je ontwikkeling blijft dan heel sterk achter. Op de afbeelding zie je de problematiek rondom stikstof. Dat speelt in Nederland natuurlijk al enige tijd. En omdat wij een enorme productie hebben van mest, zeker op boerderijen met veel koeien, mest. En de urine van een koe gecombineerd levert ammoniak op. Die belanden in de atmosfeer.
Dan heb je nog de stikstofuitstoot door middel van de stikstofoxiden. En die gaan dan vervolgens een reactie aan. En die schadelijke stikstofverbindingen komen in de natuur terecht. Waardoor deze achteruit gaat met alle gevolgen van dien. Denk maar aan Nederland. De kwaliteit van de natuur is zeer slecht. En daardoor mogen wij op dit moment helemaal niets bouwen of weinig bouwen op plaatsen waar die stikstofdruk het hoogste is. Dat is een valkuil van exportlandbouw. En dan zul je denken van, Nederland heeft toch bijna geen landbouw meer? Nee, maar toch hebben wij nog steeds landbouw en daar is de invloed behoorlijk groot van. Dan technologische ontwikkelingen. Al langere tijd worden gewassen verbeterd. Dat kun je natuurlijk doen zoals in de groene revolutie gebeurde door middel van kruisen en veredelen van soorten. Dan worden planten bijvoorbeeld resistent of hebben ze een wat hogere opbrengst. Maar dit proces gaat heel erg langzaam. Het duurt heel erg lang. En daarom zie je steeds vaker genetische modificatie. En dan wordt het DNA van de plant dusdanig aangepast dat de plant zelf beter kan groeien op een bepaalde locatie. Hij kan meer vruchten dragen, hij is beter resistent tegen ziektes. En dat is natuurlijk een positieve ontwikkeling. Maar wil je wel in het DNA van een plant gaan rotzooien? Manipuleer je hem niet dusdanig dat de plant uiteindelijk doodgaat of zo sterk wordt dat hij andere gewassen gaat verdringen of andere plantensoorten gaat verdringen? En dat is een ethisch dilemma en daar moet je natuurlijk ook nog rekening mee houden. Maar het kan er wel voor zorgen dat in landen waar het heel droog is, bijvoorbeeld in Afrika, planten misschien een hogere opbrengst zouden kunnen garanderen, zodat er daar minder honger is. Dan de laatste dia over de FAO. De FAO is een onderdeel van de Verenigde Naties. En de FAO adviseert overheden over duurzamere aanpak van de voedselproblematiek, houdt rekening met kleinschalige landbouw en houdt rekening met het milieu. En je ziet het, ze hebben 17 doelen over minder honger, welzijn verbeteren, minder ongelijkheid. En om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de landbouw op aarde beter wordt en eerlijker wordt. En ik denk dat we daar allemaal aan zouden moeten meewerken. Tot zover.